En dat ene punt verschil op de ranglijst zijn er eigenlijk virtueel vier. Aangezien Barendrecht al 2 weken op rij niet heeft gespeeld door afgelastingen. En dus moet Excelsior Maassluis in de openingsfase op jacht om die achterstand te verkleinen. En via Moreno probeert het dat ook. De redding is echter makkelijk voor Van Splunter. Dan wordt Barendrecht beter en beter in het duel. Maar zijn de kansen nog voor Excelsior Maassluis? Opnieuw Moreno, nu vanaf de rechterkant met de voorzet en de kopbal van Van den Berg. Maar hij schampt hem, terwijl hij hem vol moet raken om in de verre hoek te komen. En dat lukt niet. Dus blijft het 0-0 na een kwartier spelen. Uitrollen van de doelman van Excelsior Maassluis. En dan Koert. Recht in de voeten gespeeld van Salem. Dat is niet de bedoeling. Salem, mooie sleepbeweging. 16 in. En dan gaan liggen. Een penalty. Ringeling legt Salem neer. En de scheidsrechter kiest voor de gele kaart en de penalty voor Barendrecht. En dan is de druk in de openingsfase dan wel van Excelsior Maassluis geweest. Maar als je een persoonlijke fout maakt, dat doet Koert hier. En daarna laat hij ook nog Salem met een prachtige sleepbeweging aan zich voorbij gaan. Kan het zomaar raak zijn vanuit de penalty. Want Eekman gaat achter de bal staan en door het midden is het raak. 0-1 voor Barendrecht, zijn tweede van het seizoen. De kleine generaal is zijn bijnaam in Barendrecht. En hij maakt het waar, want hij maakt het doelpunt. Van den Berg. Vlak voor rust. Excelsior Maassluis moet nu. Een afstandsschot van Van den Berg. Goede redding van Van Splunter. En zo blijft het bij rust nog 0-1. Vlak voor rust echter is het Barendrecht dat er vandoor kan gaan. Salem met een prachtige paas op hem. Kan hij zo voorbij Smit? Kan hij het 16 meter gebied in? Is hij daar zijn tegenstander voorbij? Met een beetje geluk komt die bal terecht bij Esaias. En die maakt er 0-2 van. En dan denk je dat het bij rust 0-1 staat. Maar kan Excelsior Maassluis met een heel vervelend gevoel de kleedkamer in? Want vlak voor rust wordt het 0-2. Prachtige actie van Salem. En een beetje geluk komt die bal bij Esaias. En die kan hem dan 1-op-1 met de doelman van Barendrecht Van Splunter binnenschieten. Excelsior Maassluis dan met een aanvallende wissel. Vink is erin gekomen als spits. Moreno blijft nog steeds aan de zijkant staan. Geeft een voorzet. De kopbal van Van den Berg. Goede redding van Van Splunter. Die de aansluitingstreffer voorkomt in de openingsfase van de tweede helft. Maar Excelsior Maassluis gaat door. Barendrecht hoeft niet meer. Excelsior Maassluis moet. Opnieuw Van den Berg. Voorzet over Moreno heen. Wel op het hoofd van Vink. En in de rebound is het alsnog Van Splunter. En dan zit het Maassluizenaren ook niet mee in deze regio derby. Want dat is het. Laatste kans. Vlak voor tijd. Wedstrijd gespeeld. Maar een eretreffer zou nog kunnen. Vink. Sterk in duel. Komt de bal bij Blij terecht. Blij afstandsschot tegen de paal. Daar had Van Splunter nog even het nakijken. Maar het is niet genoeg voor een aansluitingstreffer. Het is ook niet meer genoeg voor een punt of een overwinning. Nee, sterker nog, het wordt de eerste thuisnederlaag voor Excelsior Maassluis in dit seizoen. En Barendrecht is de dader en wint met 0-2.